45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname staat voor de deur. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in dit kader reeds in een vroeg stadium de commissie Viering 45 jaar Revidentie geïnstalleerd. Wat staat er op het programma van de regering en hoe zal de invulling van deze dag eruit zien? Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is tijdens een persconferentie op zijn departement nader ingegaan op de activiteiten rond 25 november 2020. We hebben u uitgenodigd vandaag om toch even van u van informatie te voorzien ten aanzien van de voorbereidingen voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid. En met name het deel dat het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft. Ik dacht dat het goed was om dit met de gemeenschap te delen, zodat in openheid, in transparantie, dat ieder weet wie we om en bij 25 november aanstaande mogen verwachten in Suriname. Het is natuurlijk een bijzonder moment, 45 jaar onafhankelijkheid. En alhoewel COVID-19 het niet eenvoudig maakt om grote bijeenkomsten te hebben, met de nodige protocollen, met de nodige regels in acht genomen, dachten we dat het mogelijk moet zijn toch daar een zeker cachet aan te geven, door 45 jaar onafhankelijkheid wel op passende manier te vieren. Uiteraard houden we ook rekening met onze financiële-economische situatie in het land. We hadden natuurlijk groots feest kunnen vieren. 45 jaar is een mooi moment, maar dat zal helaas niet mogelijk zijn. We houden het binnen de redelijkheid van het mogelijke. En we zullen natuurlijk een reserve blijven houden met betrekking tot de COVID-19 situatie. Als dat verandert, verslechtert, dan zullen we ons programma daaraan moeten aanpassen. Dat is, hoop ik, iets dat waarvoor men begrip zal hebben. In ieder geval in de voorbereidingen, er is een nationale commissie voorbereiding 45 jaar onafhankelijkheid, waarin ook het ministerie participeert. Maar wanneer het gaat om buitenlandse gasten, dan speelt het ministerie van Buitenlandse Zaken een zeer bijzondere rol in termen van protocol, in termen van logistiek, in termen van de diplomatieke mogelijkheden die er zijn om wat meer te doen dan alleen de aanwezigheid van gasten. En daar wil ik met u vandaag over van gedachten wisselen. Naast dus de Nationale Commissie is er ook een commissie op het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich specifiek bezighoudt met de voorbereidingen. En zodat u weet dat op verschillende trajecten, op verschillende fronten wordt gewerkt op het stuk van logistiek, veiligheid, organisatie, de substantiële voorbereiding van een aantal bilaterale ontmoetingen. Laten we beginnen u dan aan te geven wie er wel zullen zijn. En ik moet zeggen dat een aantal personen, een aantal genodigden, staatshoofden en regeringsleiders helaas er niet bij zullen kunnen zijn vanwege de COVID-19 situatie. Maar ook vanwege het feit dat vanwege COVID luchtruim in bepaalde landen nog steeds gesloten is. Toegankelijkheid naar ons land is daardoor beperkt. Zeker vanuit de gebieden waar we connecties moeten maken. In ieder geval zal aanwezig zijn president van de Coöperatieve Republiek van Guyana, de heer Mohamed Irfan Ali. Ook zal aanwezig zijn de minister-president van Curaçao, meneer Eugène Ruggenaat. Eerder hadden we aangegeven dat de president van de Federatieve Republiek van Brazilië, de heer Jair Bolsonaro, hier zou zijn. Dat was toegezegd. Helaas hebben we gisteren vernomen dat vanwege de COVID-19 situatie in zijn land hij voorlopig alle reizen tot eind van het jaar heeft uitgesteld. Zo ziet u hoe belangrijk het is, de COVID-situatie en het bestuurlijk leiderschap. We zullen ook de vertegenwoordiging hebben van het Koninkrijk der Nederlanden door de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok.
En de president van de Federatieve Republiek van Brazilië zal vertegenwoordigd zijn door zijn minister van Buitenlandse Zaken, de heer Ernesto Araújo. Namens de president van Frankrijk zal de heer Sébastien Lecornu van Overzeese Gebiedsdelen in Suriname aanwezig zijn, samen met een delegatie bestaande uit de préfet van Frans-Guyana en de president van het collectiviteit, territoriale collectiviteit van Frans-Guyana, hun lokaal bestuur, meneer Rudolf Alexander. Dat zijn de hoogwaardigheidsbekleders op het niveau van staatshoofd, regeringsleider en minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast hebben we natuurlijk een groot aantal ambassadeurs van Ghana, van China, Verenigd Koninkrijk, Canada, EU, India, die allemaal, of niet allemaal, maar sommigen zijn residerend, anderen komen namens hun regering uit Brazilië en uit Georgetown. Zoals u weet, er zijn verkiezingen geweest en men is nog bezig de finale uitslag te bepalen. Dus ik verwacht dat de Verenigde Staten vertegenwoordigd zal zijn door hun chef de poste hier te landen. Ten aanzien van de delegatie van Nederland, nee, ik heb geen verdere informatie over de samenstelling of de grootte van de delegatie. En ten aanzien van Frans-Guyana, het gaat om, om een overeenkomst waarbij wordt vastgelegd hoe de grens precies loopt tussen de beide landen. En daar is lange tijd over onderhandeld. En met alle experts aan beide kanten is precies nu bepaald hoe die grens loopt midden in de rivier en welke eilanden Frans territorium zijn en welke eilanden in de Marwijnen rivier Surinaams territorium zijn. Dat is een lange exercitie geweest, dus als alles goed loopt, moeten we ready zijn om, om die overeenkomst te ondertekenen. 45 jaar onafhankelijkheid willen we niet zomaar zo voorbij laten gaan, ook in het buitenland. We hebben 17 buitenposten, maar we hebben alle buitenposten geïnformeerd dat zij dus een passende viering van dit heugelijk feit kunnen organiseren op hun missies. Omdat het goed is om met 45 jaar onafhankelijkheid ook weer een beetje Suriname tentoon te stellen. Maar vanwege de financiële beperkingen die we hebben, dat ze alleen dat kunnen doen indien er ondersteuning van de diaspora gemeenschap, zoals in Nederland en in andere delen van de wereld, mogelijk is. En als ze dus ondersteuning, sponsoring kunnen verkrijgen van het bedrijfsleven. Het zal dus het land zo goed als geen gelden kosten. Ik wil hiermee volstaan en ik wil u de gelegenheid geven om, indien er zo vragen zijn, om die te stellen. Het gaat hier om uiteraard de informatie die ik daarnet heb verschaft. Maar indien er nog wat informatie nodig is omtrent de recente afsluiting van de gesprekken met de Nederlandse delegatie, dan ben ik ook daartoe bereid.